De Brouw is een heel groot advocatenkantoor met ook een vestiging in het buitenland, waarvan een heel groot deel gewoon juristen zijn. En als je eigenlijk een piramide zou tekenen met de business waar we zitten, dan zit de Brouw echt in het topje van de piramide met de zaken die ze oppakken. Dat zijn echt de meest ingewikkelde en complexe zaken die opgepakt worden. Wordt hier gewoon een hoge mate van service en gewoon snelheid van de oplossingen en ook kwaliteit geëist. Dus je moet gewoon snel kunnen schakelen tussen het oplossen van de een of het kunnen delegeren van de een van een probleem naar iets anders. Het begrip voor bepaalde problemen bij de business is wel heel goed, dat werkt heel goed. Op het moment dat ze ergens tegenaan lopen en het lukt niet, op het moment dat je aangeeft, of in ieder geval begrip toont voor het probleem, dan heb je al heel veel gewonnen, zeg maar. En hele creatieve oplossingen bedenken ben voor dingen die nu of gisteren hadden moeten gebeuren. De stakes kunnen soms heel hoog zijn. Hier kan heel veel van afhangen. Een heleboel dingen wat je ziet gebeuren op het laatste moment. Dus, we hebben een verhuizing. Dan moeten we nog over 2 weken moeten we klaar zijn. En dan had ik eigenlijk binnen een week had ik 3 namen, zeg maar, die dan de volgende week kwamen helpen om hier rond te lopen. Dus dat was wel fijn dat er wel een bij OGD een soort pool is van mensen die beschikbaar is op korte termijn. Dus. Eigenlijk met iedere medewerker van de servicedesk heb ik om de zoveel tijd even een bila. Dat we even een kopje koffie doen en even wat bespreken. Ja. En ook vanwege Nick's rol als tweede coördinator zoek ik hem regelmatig op. Of met dingetjes van, kun je hier even naar kijken? En vice versa eigenlijk. Dus ja. Die samenwerking verloopt eigenlijk hartstikke goed, moet ik zeggen. Dus, ja. Ik denk dat het goed is als je misschien een goede mix hebt van ervaren personeel. Mensen die met gewoon een nieuwe blik, nieuwe visie ergens binnenkomen. En misschien ook wat dingen opvalt van, waarom doen jullie dat hier zo? Ja. Je kan het als vervelend ervaren, ja, maar goed, dat heb ik uitgelegd. Of dat gaat nou eenmaal zo, maar aan de andere kant, het dunk je wel tot nadenken. Ja, maar waarom is dat eigenlijk wel zo logisch? En ja, doe ik eigenlijk wel de juiste dingen. Dus dat is wel fijn dat iemand met een kritische blik, wel opbouwende kritische blik, naar dingen kan kijken. En dat waardeer ik wel, dat Nick dat op die manier kan.